Samantha Dinsbach, hi. Weer een nieuwe bijeenkomst. Wil je even toelichten waar we op dit moment staan in Twente? Ja, ik doe het inmiddels wekelijks om te vertellen welke cijfers we in Twente hebben. En ik heb helaas geen goed nieuws. Want de afgelopen week hebben we 1795 nieuwe positieve besmettingen in Twente. En dat is eigenlijk een hele lichte stijging van 0,7%. En dat is niet wat we willen zien, want we willen graag een daling zien. En die daling is er niet. Het is eigenlijk een soort van, nou ja, deze lichte stijging zou ik zeggen, een plateau waar we op zitten. Terwijl we toch echt verder naar beneden moeten. Dus helaas. En dat is vooral in Twente te zien, dat plateau? Ja, je ziet in heel Nederland dat die niet heel erg naar beneden gaat. Maar eigenlijk altijd nog wel meer als in Twente. In heel Nederland zien we een afname van het aantal besmettingen van 8,7%. Dus dat is wel echt een verschil met hoe we het in Twente doen. We doen het niet goed in Twente. En is er een verklaring voor? Weten jullie waarom dat komt? Als ik een verklaring wist, dan hadden we misschien ook het begin van een oplossing. Ik denk echt dat het, en het is, ik weet dat ik het iedere week herhaal, maar ja, ik weet ook dat sommige mensen denken, ja, het zal wel. Het zal dus niet. We moeten ons echt aan de regels houden. En met de aankomende feestdagen in zicht moeten we ons echt nog steeds in acht nemen. Dat betekent echt zo weinig mogelijk sociale contacten, thuiswerken, ons houden aan de hygiëne. En als we ook maar iets van klachten hebben, meteen ons laten testen. Ja, kijken jullie daar tegenop, de feestdagen dat die er aankomen als GGD en dan natuurlijk jullie hebben dan kijken op de gezondheidszorg. Zitten jullie daar een beetje met de handen in het haar? Nou ja, we maken ons bezorgd. We maken ons echt bezorgd dat als mensen zich met de feestdagen niet houden aan de regels, dat we direct daarna weer een enorme piek gaan zien. Nog even over de cijfers doorgesproken. Zitten de uitslagen van de commerciële teststraten, zitten die daarin? Want ik heb begrepen dat jullie wel contact hebben met de straten en dat de uitslagen inmiddels worden doorgegeven. Dat klopt, dat klopt. Met de commerciële aanbieders van, en dat noemen wij dan antigeentesten, daar hebben wij contact mee. En die worden ook door ons toegelaten op het moment dat ze een gevalideerde test hebben, dus een goedgekeurde test en ook medisch toezicht hebben. En in die gevallen geven zij keurig dagelijks ook hun positieve besmettingen aan ons door. Dus die zitten in de cijfers. Hoeveel zijn dat op dit moment? Afgelopen week waren het er ruim 150. Oké. Is dat meer geworden, minder? Kun je daar iets over zeggen? Dat is redelijk constant. Het week ervoor was het geloof ik iets hoger, maar dat is een redelijk constante, ook een redelijk constant aantal positieve. En jullie doen nog steeds bron- en contactonderzoek natuurlijk. Dat gaat ook beter, zei je vorige week. Is dat nog steeds zo? Jazeker. Wij vragen iedereen die positieve besmetting heeft, dus ook de mensen die met een antigeentest positief zijn, die krijgen een telefoontje van de GGD. Daar wordt samen met die mensen gekeken met wie heeft u allemaal contact gehad de afgelopen week. En ook al die mensen krijgen weer een telefoontje. En dan is het wel goed om te noemen dat we sinds 1 december daar een nieuwe richtlijn bij hebben. En dat betekent dat als je gebeld wordt door de GGD, omdat je een huisgenoot dan wel een nauw contact bent van een positief besmet persoon, dat je dan met de dag 5 je ook zonder klachten kunt laten testen. Bij ons, met een PCR-test. En als die test negatief is, dan mag je ook uit quarantaine. En daarmee verkorten we de quarantainetijd van 10 naar 5 dagen. Maar dan moet je nog wel oppassen op je gezondheid. En je moet ook zorgen dat je niet bij mensen met een kwetsbare gezondheid op bezoek gaat. Dus nog even voor de duidelijkheid. Ik zit 5 dagen, heb contact met iemand gehad. En 5 dagen later mag ik me laten testen en kijken of ik positief ben of niet. Dat klopt. Oké. En door die bron- en contactonderzoek vinden jullie nog steeds clusters? Worden die clusters, nemen die toe ergens in een bepaalde sector? Nou, wat we op dit moment aan het doen zijn, is dat we vooral aan het kijken zijn waar de mensen besmet raken. Dus we noemen dat met een duur woord transmissie plaatsvindt. Dus, want soms zijn op een bepaalde omgeving wel meerdere besmettingen, maar dat hoeft niet te zeggen dat die mensen elkaar ook hebben besmet. Dus de clusters van de afgelopen week lijkt alsof het minder clusters zijn, maar dat zijn wel allemaal aangetoonde plekken waar mensen elkaar hebben besmet. Kun je een voorbeeld noemen waar de clusters zitten op dit moment? Nou ja, we hebben 9 clusters die in het bedrijfsleven plaatsvinden. Dus dat zijn plekken waar mensen elkaar hebben besmet. We hebben een paar clusters in de kinderopvang en in het primair onderwijs. 1 cluster die echt in een gezinssfeer plaats heeft gevonden. En dan bedoel ik niet het gezin in de zin van papa, mama en kinderen, maar echt familie met elkaar heeft besmet. Dus dat type clusters hebben wij wel in beeld, ja. En dan nog even, denk ik, het belangrijkste op dit moment waar jullie ook volop mee bezig zijn, dat zijn de vaccinaties die eraan komen.
Kun je even toelichten hoe de stand van zaken op dit moment bij de vaccinaties is? Nou ja, het vaccin wat op dit moment het meest genoemd wordt is het Pfizer-vaccin. En dat is een vaccin wat bij min 70 graden bewaard moet worden en waar mensen 2 prikken voor nodig hebben. Dat vaccin dat is nu aangemeld bij de EMA en dat moet goedgekeurd worden of omdat we dat in Nederland dan willen gaan inzetten. Nou, dat zal eind december zijn en als dat zo is dan kunnen we begin januari is dat een goedgekeurd vaccin. En dat zal dan gaan om 450.000 mensen die we met dat vaccin kunnen inenten. En dan heeft onze regering bepaald dat dat vooral kwetsbare mensen zijn die dan als eerste ingeënt gaan worden. En hebben jullie ook al plannen gemaakt hoe dat dan in feite, hoe moeten de inentingen, hoe moet dat dan gaan bij de huisartsencentra? Nou, we zijn volop bezig natuurlijk, samen met de verpleeghuizen, samen met de huisartsen en wij als GGD natuurlijk ook. Want je kunt je voorstellen dat als het patiënten zijn die in een verpleeghuis zitten, dat ze daar het beste ingeënt kunnen worden. Of als het hele kwetsbare mensen zijn, dat de huisartsen zelf inent. Dus we zijn volop aan het kijken, samen met al onze collega's, medische collega's, hoe we dat het beste kunnen invullen. Dus achter de schermen zijn we volop bezig. Hoe zit het dan met het personeel? Komt dat vanuit de GGD? Zijn jullie ook extern op zoek naar mensen die de vaccinaties kunnen doorvoeren? Hoe zit dat? Op dit moment nog niet. Op dit moment proberen we het zo te doen dat we met de medische mensen die we hebben en die de vaccins kunnen toedienen, dat we het daarmee doen. Maar we kijken wel naar scenario's. Dus als het zo is dat het nodig is dat we mensen daarvoor aannemen, dan gaan we dat natuurlijk doen. Maar jullie hebben wel hoop dat jullie dat aankunnen in januari? Ja, we zijn heel erg gewend om grootschalige vaccinatiecampagnes te doen. Hè. Ik denk dat de meeste mensen ons ook kennen als we kinderen van 9 of 12 jaar, als we die in sporthallen uitnodigen met priklijnen. Dus dat zijn we eigenlijk wel heel goed gewend om grootschalig in te enten.